Dit is mijn eigen, eigen territorium, dit is ook mijn, mijn visgebied. We zijn nog met drie collega's hier en iedereen heeft ongeveer 1200 hectare viswater. En het mijne ligt rondom Beltschutsloot. Als klein jochie vis ik met kleine vuikjes tussen de grote vuiken van mijn vader door. En je had een hele gevarieerde visstand in die kleine vuikjes dicht tegen de oever aan. Baasjes, blankvoorn, ruisvoorn, braasjepjes, van alles zat ertussen, van klein tot groot. En nu met diezelfde kleine vuikjes, maar dan dicht tegen de oever aan, vang je nu eigenlijk 90% rivierkreef. In het begin heeft men de schade van het beestje onderschat, denk ik. Maar de rivierkreef is een dusdanig probleem dat hij ook schade veroorzaakt in de oevers en de watervegetatie. Waardoor de waterkwaliteit, waar iedereen heel druk aan het trekken is, dat hij weer achteruit holt in plaats van dat hij vooruit gaat.